Hallo en welkom. Wij praten vandaag met de beroemde Heinrich Kramer. En hij is de schrijver van het beroemde boek... De Heksenhamer, ja. Ik weet alles van heksen. Ik heb ze geïnterviewd, getest en ondervraagd. Hoe herken ik de heks? Iedereen kan een heks zijn hier. Kijk, dat meisje, dat oude wijf daar. Je bent een heks. En hij, die man. Ja, wat? Hallo, jij bent een heks. Geef wat het maar nou? Toe. Nee. Wel, je bent wel een heks. Echt niet. Heksen. Er bestaan dus ook mannelijke heksen, begrijp ik? 1 op de 5 heksen is een man, maar de meeste zijn vrouwen. Meestal zijn het mooie vrouwen. En wat doet een heks? Een heks? Hier. Een heks vliegt op een bezemsteel. Ja... En ze vergiftigen iedereen. Ze zijn bezeten door de duivel. Zeg, en wat doen heksen nog meer? Ze eten mensenvlees. Ze offeren baby's. Ze vergiftigen waterbronnen. Staat allemaal in mijn boek, dames en heren. Maar hoe weet u zo zeker dat iemand ook daadwerkelijk een heks is? Heks! Heks! Ik ben helemaal geen heks! Je bent wel een heks! Ja. Heksentest, kijk. Ah. Hier, dit plaatje, de heksenwaag. Heksen wegen bijna helemaal niks. Dus wegen we ze en dan komen we erachter. Oh? En dan? En dan doen we de priktest. Oh? Wij pakken een naald. Heksen voelen namelijk geen pijn, ja. En dan prikken we zo in de armen en de benen. Prik, 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 prik. En dan komt de mooiste test. De drive-test. Aha, en hoe gaat dat dan precies, zo'n drive-test? Drive-test, hier. De handen en voeten worden vastgebonden van de heks. En dan wordt ze in de rivier gegooid, verzwaard met een steen of een stoel. En als ze dan blijft drijven, ja, dan is het een heks. En dan? Dan hier, op de brandstapel. Ha, 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 fik erin. Logisch, toch? Ja, en wat als zo'n vrouw dan niet blijft drijven? Niet blijft drijven, dan is ze onschuldig en dan mag ze gewoon naar huis. Maar dan is ze verdronken. En dan is zij in ieder geval onschuldig verdronken. Dat is fijn om te weten. Nou, ik vind het verschrikkelijk wreed. Wat? Wat, mevrouw? U neemt het op voor de heksen? Ik neem het zeker op voor de heksen, want u drijft een heksenjacht tegen onschuldige vrouwen. Weet jij wat ik denk, mevrouwtje? U bent zelf een grote, dikke, zwarte heks. U bent een heks. Als er hier iemand een vriendje van den duivel is, dan bent u dat zelf, meneer Kramer. Een hele fijne middag, zeg. Heks, ik ben geen heks. Nee, kijk. Oh, ik heb hier een dikke poekel. Ik ben helemaal in het zwart gekleed, zou ik een heks zijn. Oh, nee. Ik ben een heks. Moet. Ben jij eigenlijk een heks? Ik? Nou, jij natuurlijk niet. Wat is dat nou voor vraag? Oh, waarom zie je er dan zo uit? Nee, niet leuk. Nee, dit is niet leuk. Nee. Oh. Nee.